De wet notarisambt moet de burgerij in Suriname beschermen. Dat zegt DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren in het parlement bij de behandeling van de ontwerpwet notarisambt. Zij is een van de initiatiefnemers van de wet. Geerlings-Simons vindt dat notarissen die een scheve schaats rijden strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Geen wetten voor degene die uit ethisch hoge moraal hun werk goed doen. We maken wetten vaak voor de mensen die alle borrels zoeken om hun medemens te benadelen. En die zijn er. En die zijn er ook in dit ambt. Goed, dus dat betekent dat ik wat betreft artikel 24 met de huidige formulering dat wel mee kan gaan. Maar ik vind, en ik vraag de deskundigen om ons te helpen, dat daar toch wel concreet moet worden toegevoegd dat we vinden dat de notaris ervoor moet zorgen dat de mensen begrepen waar het over gaat. Het is in zijn algemeenheid als voorlichtende taak genoemd. Ik wil het heel concreet hebben. Om de dienstverlening naar de samenleving te verbeteren, ziet Geerlings-Simons graag dat het aantal notarissen wordt uitgebreid. Toen we wilden werken aan een initiatiefvoorstel, heb ik natuurlijk niet uit het hoofd vastgesteld dat het leuk zou zijn om 50 notarissen te hebben in Suriname. We hebben gestudeerd op het onderwerp en gekeken naar de situatie in verschillende delen van de wereld. En het is natuurlijk zo, want ik zag de opmerkingen vanuit de beroepsgroep, dat hoewel we als basisuitgangspunt gebruikt hebben om uit te leggen waarom we op 50 zitten, het aantal van onze bevolking met een aantal notarissen voorgesteld van ja, tussen de 1 op 10.000 en 1 op 12.000, is het absoluut niet zo dat alleen het bevolkingsaantal van een gemeenschap of een land het aantal notarissen bepaalt. Daar zijn we het over eens. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons gisteren in het parlement tijdens de behandeling van de ontwerpwet notarisambt.